Aan tafel de baas van de Nationale Politie, Erik Akerboom, en agent Erik Paschier. We gaan het hebben over de psychische gevolgen voor een agent die iemand heeft neergeschoten. Aanleiding is de film, de Nederlandse film, In Limbo. In Limbo gaat over een agent die tijdens zijn werk een jongeman heeft doodgeschoten. Hij is vrijgesproken en toch blijft het incident hem achtervolgen en hij draait heel langzaam door. En dat is eigenlijk precies wat Erik Paschier ook heeft meegemaakt. Laten we eerst even kijken naar een fragment uit de film In Limbo. Toen zijn hand naar zijn binnenzak ging, vanaf dat moment was het... Was het alsof mijn lichaam het overnam. Je hebt gereageerd, Os. Maar dat is het probleem, Tess. Ik heb niet gereageerd. Dat heeft mijn lichaam gedaan. Die ene seconde, ik was er niet bij. Je weet niet wat je doet in zo'n situatie. Dat weet je pas als het gebeurt. Ik had erbij moeten blijven. Jij had het allemaal onder controle kunnen houden? Dat is mijn fucking baan, ja. Ja, Erik Paschier, eerst uiteraard. Komt dit bekend voor? Ja, zeker wel, ja. Film. Ik heb het hele film gezien en ik heb zeker wel raakpunten. Ja. Wat vertelt u eens precies wanneer en waar het gebeurde met u? Ja, het is al wel wat langer geleden, in 1996. Mm-hmm. Toen was ik eenmans surveillance in Brabant-Noord, heette toen de regio. En bleek dat er een achtervolging was begonnen in Nijmegen op twee criminelen in een gestolen auto. De achtervolging die liep aardig uit de hand. Op een gegeven moment werden de kanalen gekoppeld en zaten wij ook met Brabant Noord in de hectiek die daar al speelde. Aanrijdingen, een hoop sirenes en veel, mm-hmm. veel adrenaline. De auto zou richting Rosmalen komen en ik werkte daar. Besloot toen op een rotonde te gaan staan, de laatste rotonde voor Rosmalen. Daar heb ik mijn auto neergezet en daar kwam nog een andere surveillancewagen. Die blokkeerde de weg naar de rotonde toe en achter de rotonde was... De kern van Rosmalen, daar waren winkelend publiek, dus ja, moest daar wel gaan stoppen eigenlijk. Dat hadden we wel via de meldkamer besloten. Die auto mocht daar niet komen? De auto mocht daar niet komen, nee. Met die snelheid, dan was het erger geworden. Ik besloot om uit te stappen en ik denk van nou, ik ga even de klap hier afwachten aan de rand van de rotonde. En op het moment dat ik wegliep van mijn auto, een hoop gepiep en gekraak en die auto kwam met hoge snelheid toch langs de surveillancewagen geschoten. Kwam die recht op me af en mijn hersens die gaven aan dat ik dood zou gaan. Maar mijn... instinct maakte toch dat ik een rare stap maakte, mijn pistool trok en op de bestuurder schoot. En ik schoot op het moment dat die auto naast me was en dan schoot ik dwars door de portier aan me heen. Ik raakte de man in zijn nek. De auto schoot door, ben erachteraan gerend en toen kwam hij tot stilstand. Toen moest ik eigenlijk weer schieten, want ik dacht dat hij een wapen pakte. Alleen mijn pistool was, doordat ik zo dicht was, was het onklaargemaakt. Dus ik kon niet meer schieten. Toen heb ik hem uit zijn auto getrokken en toen bleek dat hij gewond was en toen kwamen alle kanten collega's aan. Ja. Hij was niet meteen dood, hè? Hij was niet meteen dood. Hij is met een dwarslesie vanaf zijn nek is die naar het ziekenhuis gegaan. Is die maanden later aan overleden. Wat gebeurt er dan met u? Wat is de procedure? Dat kan ik eigenlijk ook aan u vragen. Wat is de procedure als dit gebeurt? Een van uw collega's schiet op iemand en schiet hem dood. En er was reden voor om te schieten. Of was die reden niet goed genoeg? Dat moet u beoordelen. Hoe gaat het vervolgens? Nou, er gebeuren meteen twee dingen eigenlijk. Hè. Er is meteen zorg voor die collega. Maar de ernst is ook dat in 1,4 seconden... want je moest 1,4 seconden zo'n beslissing nemen... ben je verdachte van een strafbaar feit. Dus Erik was verdachte van poging doodslag, mm-hmm. poging zware mishandeling. En dat is eigenlijk niet goed. En, dat vindt u niet? Nee, dat vind ik dus niet goed. Omdat politiemensen vaak geen keuze hebben... Ze kunnen niet anders dan of zichzelf verdedigen of een ander. Dat is je taak en daar hoort ook wapens bij. Daar word je ook voor opgeleid. Mm-hmm. Maar helaas is dat nu nog zo. En dat gaat overigens wel binnenkort veranderen. En dat is... geweldgebruik is voor politiemensen is al heftig vaak. Hè? Mm-hmm. Goed, het is je taak. Maar als je schiet, dan komt daar dit nog eens bij... dat je ook eigenlijk verdachte bent van een strafbaar feit. En dat valt zwaar, want het duurt vaak een hele tijd voordat je... bij de rechter ben en dan ook hoort dat het oké is of niet oké is. U bent het er, neem ik aan, wel mee eens dat er gewogen wordt... of dit wel redelijk was dat er geschoten werd, toch? Zeker. Nee, dat moeten wij voor iedere geweldgebruik ook doen. Maar zeker als je vuurwapen trekt, mm-hmm. moet je dat doen. Ja. Eerst moet je uitleggen, is het goed gegaan? Hè? Heb je het goed gedaan als politieman? Maar daarna moet je ook verantwoorden, vaak nog voor een rechter. Mm-hmm. En dat is heftig. Maar dat zou u anders willen. U zou een ander toetsingsmoment willen, of niet bij een rechter? Zeker. En er ligt een wet op dit moment ook klaar... waarin dat kan gaan gebeuren. En die wet zegt eigenlijk... je moet niet meer een politieman die heeft geschoten
verdachte maken van poging doodslag. Maar je moet eigenlijk eerst beoordelen of hij het goed gedaan heeft, zoals hij de instructies heeft gekregen. Mm-hmm. En daarna kan nog altijd degene die geraakt is naar de rechter gaan. Of we staan niet boven de wet. Maar het gaat niet. Het is niet goed dat iemand heel lang moet wachten omdat hij verdacht is van iets. U zegt, ik bedacht dat ik dood ging. Uiteindelijk schiet hij hem door het zijraampje. Dus ja. Hij reed niet. Ik ben nu even advocaat van de duivel. Hij reed niet recht op u af. Hij was inmiddels naast u. Ja. Dus u was zeker niet geraakt door die auto. Nee, gelukkig. Dus dat argument valt weg. Nou ja, dat was ook hetgeen. Kijk, op een gegeven moment, ik was in eerste instantie overtuigd dat ik het goed gedaan had. Hè, de eerste dagen. Hè, want je zit in een verhoorprocedure en je moet je wapen inleveren. Nou, dat zijn allemaal procedures, dat weet je. En ik voelde me sterk. Hè. Ik denk, nou, ik ben politieagent, ik heb het goede gedaan. Dit heb ik geleerd, dus ik kon niet anders. Ja. Ik ben in die positie gebracht, mm-hmm. Ik heb het gedaan wat ik moest doen. Alleen toen op een gegeven moment belde de Rijksrecherche op en die zegt van ja, meneer Peschier, wil u toch nog eens even als verdachte gaan horen. En het is verstandig als u een advocaat gaat nemen. En toen zakte de grond onderweg. Ik denk, advocaat? Mm-hmm. Maar ik ben toch geen verdachte? Maar ik werd wel verdachte. En toen duurde het lang en het duurde lang. En toen moest ik voor de rechter komen. Hè. Er werd besloten dat ik voor de rechter... Na een jaar pas, geloof ik, hè? Ja, na 11 maanden kwam ik voor de rechter. Maar die tijd ertussen, iedere keer hoor je weer wat. En ik ben met mijn eigen zaak begonnen. Hè. Ik heb een advocaat gekregen en ik ben daarmee begonnen. Maar ik moest zelf gaan bewijzen dat in die 1,4 seconden... wat Erik net aangaf, dat ik mijn pistool getrokken en geschoten... kunnen je hersens het niet weer terugdraaien. Dus nee. Ik had het niet meer kunnen stoppen. Dat moest ik zelf gaan bewijzen. Terwijl, ja, dat, als je er nu over nadenkt, ja, dat is toch logisch. Was daar namens de politie professionele begeleiding? Ja, zeker. Ja. Ik heb het dan via de vakbond gekregen. Maar de korpsleiding heeft me ook meerdere malen aangeboden om begeleiding te doen. En bleef u in functie tijdens het jaar? Ik ben wel in functie gebleven. Alleen ik heb wel zo met mijn advocaat besproken... van ja, als ik nou volgende week weer iemand neerschiet, bij wijze van spreken... dat kan natuurlijk als je in de frontlinie zit van de politie... Dan gaat het echt mis. Dus ik heb besloten om een andere functie te nemen bij een rechercheteam... waarbij je niet meer in de frontlinie werkt de hele tijd. Wat heeft de rechter besloten? De rechter heeft mij ontslagen van rechtsvervolging. Dat was ook nog iets. Op een gegeven moment kwam de uitspraak. Nou, allerlei noodscenario's had ik al in mijn gedachten zitten. En die gaf aan van, nou, ik ben schuldig bevonden aan poging tot doodslag. En ik denk, oh, daar ga ik. Alleen de laatste zin was, maar u mocht schieten... dus u kunt zijn beroep op nood weer zetten. Mm-hmm. Dus toen was het weer goed. Toen voelde ik me weer sterker worden. Hoe stond u erbij eigenlijk in die tijd? Was u emotioneel? Was u, ja, op en af. Dat zie je ook in de film. Hè? Mm-hmm. De, wat ik herkende was de slapeloze nacht. Hè? Dat je naar het plafond ligt te staren. Ik heb ook dagen op mijn werk gezeten... terwijl ik alleen maar uit het raam zat te kijken... en allerlei scenario's door je hoofd. Van, ik had ook een schadeclaim liggen van de familie van het slachtoffer... van 500.000 gulden. Waar ik niet wist waar ik dat vandaan moest halen, uiteraard. Want ja, nee. dat hebben de meeste agenten niet. Maar ook, ja, wie gaat het oplossen? Het korps zijn in instantie niet. Er moest een verzekering voor afgesloten worden. Speelt ook nog de avond, dat is gebeurd, zeg maar, die avond? Want u lag ook wakker van alle rechtszakelijke dingen, ja. Zeg maar. Ja. Maar ook het doden van iemand, zeg maar. Heeft dat nog heel invloed op u gehad? Bijvoorbeeld die eerste avond, het lijkt me zo heftig dat je... Ja, ik vind erg wat er gebeurd is, hè. Dat natuurlijk, hè. Er is iemand dood en die heeft ongetwijfeld familie. Maar ik vond het ook heel erg dat ik gedwongen werd in zo'n situatie. Dat ik mijn zwaarste middel moest inzetten en op iemand moest schieten. Dat vond ik ook heel erg. U was ook wel een beetje kwaad op hem? Ja, kwaad is misschien niet het juiste woord. Maar, ja, uiteindelijk wel, ja. Ja. Uiteindelijk komt het daarop neer van ja, ik wil niet. Ik wil gewoon s'avonds ook gewoon naar huis. Heb ik tegen de rechter gezegd. Ik wilde gewoon alleen maar s'avonds naar huis. En vandaar dat ik dat gedaan heb. Erik Akerboom, hoe vaak gebeurt dit per jaar eigenlijk? Want dit is al een tijd geleden. Dit jaar bijvoorbeeld, we zijn bijna uit 2018. Maar dat gebeurt eigenlijk maar weinig, verhoudingsgewijs. Mm-hmm. En zo'n 30 keer per jaar schieten collega's. Het wapen wordt wel vaker getrokken, dus dat gaat wel om 200 keer per jaar ongeveer. Mm-hmm. Geweld gebruiken we nog wel vaker, hè? Maar gelukkig gebruiken collega's hun wapens maar erg weinig. En dat heeft een enorme impact. Ik vind het heel mooi in die film, ik heb die film ook wel mogen bekijken... Mm-hmm. Dat Nazadin, Nazadin Char, die doet dat heel herkenbaar, denk ik, voor veel collega's. Ja, en dat is nou, een mooi document eigenlijk voor ons. Is er te leren? Kan er iets verbeteren? Ik hoor een jaar wachten, hè, vanaf het incident totdat de rechter een uitspraak doet. Dat is eigenlijk wel erg lang, toch, of niet? Ja, kijk, er is sinds de zaak van Erik, dat is natuurlijk al meer dan 20 jaar geleden. Ja. Is er heel veel veranderd. Ja. Verbeterd ook. Maar wat blijft... bovenop al het geweld waarmee je wordt geconfronteerd... is die lange wachttijd. Mm-hmm. En het scheelt al enorm als die lange wachttijd niet wordt gecombineerd... met dat je verdachte bent van poging doodslag. En dat je niet weet of je nog bij de politie werkt. Mm-hmm. En dat je zit met die wroeging die je soms toch al hebt, hè, of die worsteling. Mm-hmm.
Maar dat die onzekerheid ook blijft over die ben ik eigenlijk niet een verdachte die straks wordt veroordeeld. Dat kan straks met die nieuwe wet gelukkig veranderen. Daar zijn wij blij mee. Hè? Ja. Er zal altijd een tijd overheen gaan. Maar ook die proberen we nu zoveel mogelijk te verkorten. Omdat bij heel veel geweldgebruik niet meer de rechter of de officier van justitie oordeelt. Maar dat ook door de hulpofficier in het politiebureau gebeurt. Ik las, u kunt er veel meer over vertellen. Ik las dat het best wel uit kan maken of je nou in Maastricht voor de rechter staat of in Groningen voor precies hetzelfde geweld. Dat klopt. Ja, inderdaad. Dat klopt natuurlijk niet. Dat is ook wel raar, of niet? Dat klopt natuurlijk. Ja, dat leidt soms tot rare tafereelen. En dat heeft ook gewoon te maken met dat rechters soms niet gewend zijn wat er eigenlijk gebeurt met een politiebewindselsituatie. Mm-hmm. En wat heel goed is, in dat ook in het wetsvoorstel zit dat er een zogenaamde blauwe kamer kan komen. Dus dat is een kamer waarin politierechters zitten of rechters zitten die gewend zijn om met dit soort zaken om te gaan. Dus één kamer in Nederland. Waar het ook gebeurt, of het nou in Friesland is of in Overijssel, je gaat naar die ene kamer toe. Precies, omdat je moet eigenlijk die 1,4 seconden moet je onderrafelen of daar nou het goede is gebeurd. En dat vraagt ook deskundigheid aan de kant van de rechter. Ja. We hebben hier een keer eerder aan tafel gezeten. Ja, toen zat naast u Esther Naomi Perquin, de dichteres des Vaderlands. Die had op jullie verzoek, het was ook een lustrum van de Nationale Politie, dat was het, hè? Ja. Heeft ze een aantal gedichten over de politie geschreven. Ja. Daar waren jullie, u was er toen nog niet bij, hoor, maar u zeer zeker wel erg van onder de indruk. Ja. Eén gedicht ging over precies dit waar we het nu over hebben. Hè? Zij heeft toen met jullie meegelopen, ze heeft zich hierin verdiept. En ze heeft het, wel eens, het is poëzie geworden, maar volgens mij heel treffend beschreven die 1,4 seconden en dat het niet meer is dan dat. Ja. Mag ik het voorlezen? Wil je het zelf voorlezen? Nee, lees het erop. Ja, omdat, het slaat wel ergens op, toch? Ja, zeker. Ja, ik ken het ook. Ja, hoor. Het is het gedicht. Op het scherm lijkt zo'n seconde vaak een eeuwigheid. Alsof het script werd uitgedeeld. Alsof er is gerepeteerd. Alsof je alle tijd hebt na te denken over houding, rol, je taak, het licht. Alsof het vooraf al een filmpje is. In werkelijkheid sta je zonder tekst achter de schermen. Heb je één tel waarin je alles schrijft. Je leven, je wapen, je oordeel, je spijt. Eén tel. Eén beweging, één stap, één hand, één hoofd. Er is geen tijd. Er past geen antwoord na de vraag. Je wacht of schiet. Dat is de hele waarheid niet. Er is een making-of die niemand ooit vertoont. Ja, ik kan erop aansluiten Kijk, ik maakte net de beweging. Die beweging, dat is een vertraagde film, staat die op een harde schijf. En die kan ik tot in de milliseconden kan ik die blijven oproepen wanneer ik maar wil, zeg maar. En het blijft natuurlijk een wond op mijn leven. Mm-hmm. Hij is wel genezen, maar er zit een heel dun velletje op. Dus als je wrijft, dan voel je het. Dus als er nu iemand anders, een collega, in die situatie zit, dan voel ik met hem mee. En dan blijft het komen. Dus je komt er nooit meer vanaf. Ja. Dank voor jullie komst. Graag gedaan.